Goedemorgen lieve mensen. Dit is het positieve bericht van 22 januari. Ja, big smile. mensen die me kennen weten waarom ik big smile. Dat is leuk. Het is vandaag een 64-10 dag. En dat betekent dat je vanuit de zorg je fundament goed kan maken, maar wel goed voor jezelf kan blijven zorgen. Stel je voor dat je dit nou een heel jaar hebt. Nou, dat is toch leuk? Dat is best wel heel mooi. Bij jezelf blijven, fundament maken. En toch in harmonie met alles en iedereen. Dat vind ik wel heel mooi. Na de 22e gaat het vaak nog even koud weer worden. Vorig jaar hebben we dat niet gehad. Maar in de afgelopen 49 jaar is dat regelmatiger voorgekomen dat het in februari kouder was en sneeuw lag dan in de periode voor 22 januari. Weet ik heel zeker. Ik wou namelijk altijd, als ik mijn verjaardagsfeestje ging vieren, een sneeuwballengevecht. En dat kon nooit, maar dat kon wel als mijn broertje of broertje jarig was. Want die was 4 februari, is 4 februari jarig. Ja, die is in 79 geboren toen het sneeuw zo hoog lag. Dat is best nog wel interessant om dat nog een keer te zien. Dus, fundament maken, gezelligheid, harmonie, gezin en liefde om je heen vandaag. We gaan een kleine oefening doen. Je zet je voeten op de grond, je handen voor je buik, je zonnevlecht. En wat voor oefening gaan we doen? Vorige week donderdag heb ik een helend hart oefening gedaan. Daar kunnen we vandaag nog wel even iets mee doen. Moeder Aarde maakt verbinding met mij. Je maakt verbinding. En hou je handen maar even zo. Alle vingertoppen mooi aan elkaar. Mooi voor jezelf legt. En dan vragen we aartsengel Raphaël en aartsengel Melchizedek om bij ons te zijn. En of je nou wel of niet iets merkt, het gebeurt altijd. Dus aartsengel Melchizedek en aartsengel Raphaël staan naast je. Je sluit je ogen en je vraagt of aartsengel Raphaël je lichaam helemaal schoonmaakt van alle onrust en alle energie die er is geweest. Dit vragen we ook wel eens aan aartsengel Michael, maar aartsengel Raphaël doet dat op een ander emotioneel niveau. Aartsengel Raphaël, maak mijn energie schoon, heel mijn hart en heel mijn kracht. En dan vragen we aartsengel Melchizedek om ons een zachte, liefdevolle, helende kracht te geven. En dan voel je dat er een purperen kleur, energie door je hele lichaam heen gaat. Je hart heelt, je ziel heelt, je chakras heelt. En een dieper verbinding maakt met Moeder Aarde. Laat dit gebeuren zolang je het nodig hebt. Misschien is aartsengel Raphaël nog even met jouw emotionele energie bezig. En kan aartsengel Melchizedek zijn werk doen om alle gaten die er door aartsengel Raphaël komen, omdat de energie geheeld wordt en nare zaken weggehaald worden, heelt aartsengel Melchizedek weer die wonden die al die emoties hebben veroorzaakt. Raphaël haalt het eruit. Melchizedek sluit het weer en heelt het. Met de handen voor je hart sluit je het af. En zeg je dankjewel. Aartsengel Melchizedek en aartsengel Raphaël. Altijd beide namen gebruiken. De titel en de naam. Dankjewel.
Ik wens jullie een hele mooie dag.